Hallo, ik ben Jeroen Haasbroek. Ik ben barbecue kok en Big Green Egg expert. Ik ga vandaag voor jullie laten zien hoe je dat mooie Zuid-Amerikaanse vlees van de Meat Boys, hoe je dat uitpakt, schoonmaakt en portioneert en daarna lekker breidt op de Big Green Egg. Ik snij altijd het folie aan de bovenkant in. Zo. Dit is heel belangrijk. Dit vertelt over waar het vlees vandaan komt, wanneer de koe geslacht is en wat voor een deel het is. Dan pak je hem eruit. Dan zie je dat er wat vocht achterblijft in het plastic. Zo. Laat je hem een klein beetje uitdruipen. Dan leg je hem op de plak. En dit gooi je weg. De oshaas bestaat uit twee delen. Zeg maar de kop van de haas, dat is dit. En de haas zelf, de lange haas. En wat je wilt doen is dan hier het vlies weghalen en dit deel voorzichtig eraf snijden. We beginnen met het losmaken van de kop van de haas en dan gaan we met de punt van het mes hier langs het vlies. En dan snijden we hem voorzichtig los. Dus je wilt dat witte vlies van de rest wil je zien. Zo, en als het op een gegeven moment niet meer gaat, dan moet je echt snijden. Zo. Dat doe je dan ook aan de andere kant. Dus ga je weer met de punt van het mes, ga je naar beneden, langs de haas, zo. Zie je, en dan op een gegeven moment snijden we in één keer zo eraf. Dit kan je nog vliezen. En dit gebruiken ze vaak voor als braadstuk in zijn geheel. Dan pak je de hele haas verder, de lange haas. Zo. Dan ga je met het plat van de mes ga je erin. En dan snij je zo plat mogelijk het vlies weg. Dan pak je hem vast. En dan mag je naar jezelf toesnijden. Dat heet vliezen. En dat doe je een paar keer totdat je hem helemaal schoon hebt. Dit is dus de lange haas. Meestal snij ik een puntje eraf. Dit zijn dan de oshaaspuntjes. Ook wel bekend. Die kan je mooi roerbakken. Dit iets dunnere deel heet eigenlijk filet mignon. Maar daar kan je mooie tournedos van maken. Als je wat kleiner snijdt, dan heb je een filet mignon. Als je wat groter snijdt, heb je een tournedo. Wat je dan doet, dan snij je het af. En dan duw je het een klein beetje uit. En als hij dan dikker wordt, dan heb je een perfecte tournedo. En dan zie je ook die mooie dooradering of marmering van het vlees.